zit er een kerel in een seksbioscoop en die zit verschrikkelijk te kreunen. Echt Na wat klachten komt een vrouw van die seksbioscoop, die komt naar die man toe en zegt: meneer, zou je er alsjeblieft mee op willen houden, anders moet ik de politie bellen. Die man: ik zal het proberen. Die man houdt dus niet op, hè. Die vrouw die belt de politie komt en zegt: meneer, wat is uw naam? Jansen! Zegt die politieagent van: meneer, waar komt u vandaan? Van balkon! Er lopen op het strand twee mini-kaboutertjes. Lopen ietsje door, komen op het naakstrand terecht. En op dat naakstrand ligt een vrouwtje met haar benen ietsje van elkaar af. Die twee kaboutertjes gaan naar binnen bij het enkeltje. Lopen langs het kuitje. Komen bij het knietje, staan bij het dijkje stil. Staan voor het kruispunt, zegt hij: kijk daar eens. Is dat een leuk huisje? Is dat een lekker holletje? Zegt hij: ja, daar zou ik ook wel willen wonen. Hij zegt: dan anders ik wel. Hij zegt: juist wat eten halen, bel ik even aan. Kleine kaboutertje gaat weg, komt terug met twee kleine mini-zakjes friet. Hij zegt: en heb je wat bereikt? Hij zegt: ik snap er niks van. Ik druk steeds op het knopje. En dan hoor ik iemand roepen: ik kom. Hij zegt: maar ik zie niemand. Zo komt er een man bij de dokter. Die zegt: dokter, hij zegt, ik ben het helemaal verleerd. Zegt die dokter: wat? Hij zegt: wippen. Hij zegt: het lukt niet meer. Hij zegt die dokter: geen probleem. Ik heb een vierdaagse cursus. Hij zegt: ken je wippen perfect. Hij zegt: wat moet ik doen? Hij zegt: nou, zegt die dokter, je begint vandaag op je linkerknie een dubbeltje. Dus hij, we krijgen een huis. Ja, dubbeltje, 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 dubbeltje. Dus hij oefent op kantoor. Dubbeltje, 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 dubbeltje. Hartstikke goed. Dus hij komt terug bij die dokter. Hij zegt: dokter, perfect. Dubbeltje, dubbeltje, dubbeltje. Heel goed, zegt die dokter. Nou heb je rechterknie een kwartje. Dus hij heeft zijn rechterknie een kwartje. Dubbeltje, kwartje, dubbeltje, kwartje, dubbeltje, kwartje, dubbeltje, kwartje. Hartstikke goed. Hij komt terug bij die dokter. Hij zegt: dokter, perfect. Haast die dokter, maar nou wordt het moeilijk. Hij zegt: nou heb je jonge heer een gulden. Dus hij: dubbeltje, kwartje, gulden. Dubbeltje, kwartje, gulden. Dubbeltje, kwartje, gulden. Hij zei: dat is goed. Hij zei: nou op je kont, een knaak. Hij zei: dubbeltje, kwartje, gulden, knaak. Heel goed, zegt die dokter. Hij zei: even oefenen, dan ga je naar huis, dan pak je je vrouw, weet je, leg je op bed, je gaat erop en je doet precies hetzelfde. Dus hij in de auto: dubbeltje, kwartje, gulden, knaak. Dubbeltje, kwartje, gulden, knaak. Hij komt thuis. Zet hij tegen zijn vrouw: Mien, mee naar boven. Hij neemt zijn vrouw mee naar boven, kleedt eruit, legt het op het bed. Hij gaat erop. Dubbeltje, kwartje, gulden, knak. Dubbeltje, kwartje, gulden, knak. Zegt zijn vrouw: het is wel lekker, Arie, maar kun je dat niet wat sneller? Hij zegt: tuurlijk, schat, 3,85, 3,85. Ze komt er een kerel bij de dokter, potentieproblemen. Zegt de dokter: nou, dat komt verschrikkelijk mooi uit. Ik heb een hartstikke nieuwe methode uit het Verre Oosten binnengekregen. Hij zegt: dat is heel simpel. Voordat je begint, zeg je: kom, kom. En dan gaat hij vanzelf staan. Ben je nou klaar, dan zeg je: nou, nou. Anders wordt het zo vermoeiend. Zo gezegd, zo gedaan. Die kerel die gaat naar huis, kleedt zich uit in de badkamer. Vrouw ligt in de slaapkamer. Hij zegt: kom, kom. En berempel, hij gaat staan. Die kerel die schooit die slaapkamerdeur open. Die vrouw die ziet dat. En die zegt: nou, nou. Twee vriendinnen komen met elkaar in gesprek. Die ene zat tegen die andere. Ik las van de week in een blad. Ik heb gelezen: lilliputters zijn de beste minnaars ter wereld. Die andere zegt: meen je dat nou? Ze: weet je wat, we kleden ons netjes aan en we gaan er een paar versieren. De dames keurig aangekleed, de stad in, kroegje in, kroegje uit. Op een gegeven moment: ja hoor, ze komen in de kroeg binnen en er staan twee van die kleine kereltjes aan zijn fruitautomaat. Ze gaan erbij staan, bieden wat te drinken aan, maken een praatje en verdomd, ze versieren ze. Dus ze gaan naar hotelletjes, ze huren allebei een kamer. Die ene naar binnen en die kleedt ze eruit. En dat lilliputtertje kleedt ze eruit. En erop, erin, eruit, eraf en poef en slapen. Ze denken: als dat nou alles is. Ze denken: ik ga dus even bij mijn vriendin luisteren. Dus gaat naar die andere kamer, gaat aan die deur staan luisteren. Hoort ze: 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Ze denken: oh, die hebben het naar de zin. Dus zij weer terug naar de bed, maar ze kon niet slapen. Dus een uurtje of twee later denk ik: ga nog even luisteren. Dus zij weer naar die kamer. Kom aan die deur. 1, 2, 3, hop! 1, 2, 3, hop! Ze denken: oh, ik heb de verkeerde gekozen. Oh. Afijn, de andere ochtend zit aan het ontbijt. Die ene zegt tegen de andere: heb jij het gehad? Dus ik vond er geen moeier aan, dat was erop, erin, eruit en slapen. Ze zegt: maar jij hebt het wel behoorlijk naar je zin gehad. Hoezo, zit die andere? Nou, ik ben er maar aan je deur komen luisteren. En dat ging met een keer. 1, 2, 3, hop. Ze zegt: joh, ik heb er ook niks aan gehad, zegt die andere. Hij kon het bed niet inkomen.